Goeiedag, beste mensen. Ik wil jullie van harte welkom heten bij BMW Dealer De Maas in Echt. En ik wil u vandaag eens meenemen met de nieuwe M2 CS die wat zojuist binnen is gekomen. Maar om die auto een beetje beter te kunnen plaatsen, is het goed om eerst eens even te kijken waar we vanaf komen. Aan deze zijde staat de M2 Competition, die wat de M2 Coupé afgelost heeft in 2018. Deze auto was al een hele upgrade naar de eerste M2 Coupé. Deze heeft namelijk de motorspecs gekregen van de M4, die wat toentertijd nog lopende was. Daardoor kreeg die auto al een upgrade naar 410 pk. Maar ook zaken als remmen, stoelen, alles was daar al anders in mogelijk. En we hadden meer opties en mogelijkheden aan deze auto. Als we dan nu teruggaan naar die M2 CS, dan zien we eigenlijk al aan de voorzijde dat die een heel stuk verschilt met de M2 Competition. Als we aan de voorzijde gaan kijken, dan zien we al direct aan de voorkant de splitter zitten die wat van carbon is. Die wat standaard zit op de M2 CS. Eigenlijk zijn we die zaken ook al een stukje gewend van de M4 en de M3 CS. Daar zaten veel meer carbon delen op om eigenlijk ook die auto lichter te maken. Want dat was de insteek van de M2 CS voor de M2 ook. De auto lichter maken en in de basis meer vermogen meegeven. Vermogen van deze auto is namelijk gegroeid van 410 naar 450 pk. We zijn wel op hetzelfde koppel gebleven met 550 Nm, maar die is wel in een veel bredere range ingezet. Dus vanaf een 2350 hebben we al het maximale koppel en dat oplopend tot 5500. Nou, dat maximale koppel, dat merk je in deze auto ook, dat die veel breder is getrokken. Maar uiteraard, weer terugkomende op het gewichtsvoordeel van die auto, de carbondelen die wat ik jullie eventjes wil laten zien, dat zijn wel zaken die wat het eerste bemerkbaar zijn als je al wegrijdt met de auto. De motorkap, die zullen we daar ook eventjes openmaken, die is ook van carbonvezel gemaakt. Hetzelfde als de dakplaat. Voor heel veel liefhebbers was dat wel een must eigenlijk toen de M2 Competition al kwam. Nu is deze bij de CS affabriek direct standaard erop gemonteerd. Het zwaartepunt van de auto wil je altijd zo laag mogelijk hebben, zeker met een circuitauto. Die dakplaat van carbon, die scheelt 50% met een aluminium dakplaat, die wat we standaard op de M2 Competition hebben. Die 50%, dat merk je, want ga maar eens op een stoel zitten met een stoeptegel boven je hoofd en ga daar maar eens mee bewegen. Dat is een heel groot verschil met dan dat je zeg maar een bord boven je hoofd hebt. Hetzelfde als de lichtgewicht motorkap met de extra koelventilatie erin om toch die extra warmte van die 450 pk kwijt te kunnen. Nou, die gewichtsverschillen die merk je met rijden heel erg goed met je auto. Dus op het moment dat je al in de stoel stapt en je rijdt weg, dan merk je al dat je met een lichtere auto onderweg bent. Nou, die carbondelen die zorgen natuurlijk ook voor een stukje extra stijfheid in de auto. Zeker als het gaat om die dakplaat, want die dakplaat die zorgt toch voor stevigheid. En hoe meer stijfheid dat die carrosserie heeft, hoe fijner dat die auto te bereiden is en hoe directer en preciezer dat die stuurt. En bij een sportauto, zoals een M2 CS, is dat wel hetgeen wat je zoekt. En zeker voor onze klanten en liefhebbers die wat graag met zo'n auto het circuit oprijden. Dan is dat eigenlijk ook wel een must. Ik wil jullie graag eventjes meenemen onder de motorkap. Nou, waar we het net over hadden, carbon, dan ziet u hier al, die is ongelakt. Dat is ook wel mooi, dat is een beetje sportief en sportief gezien. En je ziet hier de extra koeling, want hieronder zitten de radiators, daar kom ik dadelijk nog eventjes op terug. Dat waar die kan zorgen dat die extra warmte kwijtraakt via de motorkap. Nou, u ziet hier, we krijgen daar veel vragen over van wat is eigenlijk dat carbondeel voor onder de motorruimte. Wij noemen dat een strut en die zit in feite bevestigd bovenop de schokdempertoren en aan de voorkant van het chassis. En aan de andere kant komt hij weer terug. Deze weegt, hij ziet er heel groot uit, maar hij weegt maar 1,5 kilo. Het voordeel van dit onderdeel is dat ik de voorkant van de auto ook veel stijver ga maken. Dus ook waar we het net over hadden met die carbon dakplaat. Op het moment dat je gaat remmen en sturen met die auto, is die veel directer. Want die voorkant die kan niet gaan torderen. Hij zorgt eigenlijk voor de stijfheid tussen de schokdempertorens en de voorkant van de auto. En dat is ook direct merkbaar. Dit zat trouwens ook al in de M2 Competition. Nou, dit aan voordeel met het meer vermogen, want daar gaan we nu op komen, is dat die auto lichter aanvoelt, maar ook daardoor met het meer vermogen ook lichtvoetiger aanvoelt en sneller is.
De motor is bekend van de N2 Competition, maar deze upgrade is wel naar 450 pk gegaan en is herkenbaar van de M4 en de M3 Competition. Dat wil nogal wat zeggen dat deze motor hierin is gekomen, want daar moest een hoop op aangepast worden. Deze motor met meer vermogen zorgt er natuurlijk ook voor dat we meer warmte gaan creëren. Nou, aan de voorzijde, als ik jullie dat kan laten zien, hebben we bij deze M2 CS ook 4 koelers zitten. Dat om allemaal zijn warmte kwijt te kunnen. 3 daarvan die zijn zeg maar voor de koelvloeistoftemperatuur, maar er is er ook eentje extra bij gekomen voor de motorolie te koelen. Dat allemaal zodat die auto uiteraard op de openbare weg gewoon fijn in zijn hemdje blijft zitten, maar ook dat hij op het circuit zijn temperatuur goed kwijt kan en altijd maximaal blijft presteren. Dus dat moeten we wel kwijt kunnen. Dat gecombineerd met de extra koelopening in de motorkap zorgt ervoor dat we die auto zeg maar ten alle tijde op de juiste manier kunnen belasten en hij ook maximaal zijn werk kan doen. De motor van de M4 bekend, daar zullen we eventjes de kap voor dicht doen, maar het mooiste stukje zescilinder techniek wat BMW ooit gebouwd heeft. Als we dan nu naar de achterzijde van de auto gaan, dan wil ik jullie eventjes meenemen naar de carbondelen, wat ze daar allemaal weggebouwd hebben. Op de kofferklep hebben we mooi de spoiler weggewerkt, de Journey zoals ze het noemen, die wat jullie ook wel bekend voorkomt van de M3 en de M4 CS. Ook wel mooi van carbon gemaakt om meer neerwaartse druk achter te creëren op die auto en dat die kont stabieler is bij hogere snelheden. Maar ook hieronder de diffuser rondom de uitlaten, mooi weggewerkt voor die luchtstroming onder die auto stabiel te houden en daarmee ook weer een beetje de looks van die auto achter wat dikker te maken. Zeker met het Misano Blauw is dat een hele mooie combinatie geworden met dat carbon zwart. Wat ook een verschil is met de M2 Competition zijn de uitlaten. We zien hier al een stukje dat ze dunner hebben gemaakt dan dat ze op de Competition zitten. En mooi overal het M-logo ingegraveerd. De auto zorgt ook met die 450 pk dat hij toch een hele andere sound heeft weer als die M2 Competition. Ondanks dat BMW natuurlijk zich ook in de wet moet houden met de NOx-filters en de uitlaatsystemen, waardoor dat de echte liefhebbers van 5 tot 10 jaar terug misschien vinden dat die uitlaten iets te zacht zijn geworden, maar daar komen ze helaas niet aan onderuit. Maar klinkt deze nog heel erg goed. Nou, van de carbondelen en de achterzijde van de auto wil ik jullie graag meenemen naar het interieur, want daar hebben ze ook wel wat zaakjes aangepakt. Nou, als we de auto open doen, dan zien we al het mooie Alcantara stuur met in de midden de red center pointer, dat je altijd weet waar het stuur recht is. Ook als je een beetje driftend uit de bocht komt, dan heb je hem altijd goed voor je staan. En wat met de M2 Competition is, daar zit een mooie middenarmsteun in, maar ook hier voor gewichtsbesparing hebben ze die fijn weggehaald. Maar je ziet hier ook hier de carbon interieurtunnel doorlopen, bovenop afgewerkt met het Alcantara, om ook weer hier gewichtsbesparing te hebben en het zwaartepunt lager te krijgen voor de auto. Een direct opvallend detail ten opzichte van de Competition zijn de stoelen. Als je goed kijkt aan de binnenzijde zien we dat de openingen in de rugleuning zijn gemaakt. Nou, die openingen die zorgen natuurlijk voor een beetje sportief uiterlijk, maar het is natuurlijk ook zo dat het gewicht daardoor van de stoel afneemt. Die rugleuning is wat dunner geworden en komt daardoor ook sporty over. Uiteraard hebben ze voor de straatversie de mogelijkheid met de elektrische stoelverstelling uiteraard ingebouwd. Dus de klant kan toch nog in bepaalde details de auto opbouwen. Deze auto is voorzien van een dubbel clutch transmissie. Uiteraard is hij ook in de handgeschakelde versie te krijgen, maar in Nederland zit daar dan met de BPM een groot verschil in. Waarom? De handgeschakelde versie heeft 6 versnellingen. De dubbel clutch transmissie is uitgevoerd met een 7 versnellingsbak. Die 7 versnellingen zorgen er ook voor dat er minder uitstoot achter bij de uitlaat is dan de 6 versnellingsbak, handgeschakelde versie. Nou, dus de BPM is op de handgeschakelde versie een stuk hoger, waardoor dat in Nederland hoofdzakelijk ook de dubbel clutch transmissies worden verkocht. Het mooie van die dubbel clutch transmissie is dat je fijn met het stuurwiel, met de lepels, kunt op- en terugschakelen en dat je echt direct het racinggevoel hebt in de auto. Je hebt ook geen koppeling, doet hij allemaal zelf regelen, hij schakelt zelf en hij koppelt zelf. Dat is in feite een tandwiel gestuurde versnellingsbak. Mooi detail op deze auto is ook dat we de dempers, de schokdempers van deze auto, kunnen instellen naar behoefte. Van comfort naar sport plus.
En dat zijn drie fases, kunt u de dempers instellen. Nou, en dat is wel ook een echt toegevoegde waarde op deze auto. Zeker ook als we dat vergelijken hoe we dat ervaren hebben met de M3 en de M4. Dus deze optie ook mooi daarbij zitten. Mooi cyan detail, hetzelfde als de M3 en de M4 op het dashboard. Op de interieurlijst mooi ingestikt. Het woord CS van Clubsport. En dat u duidelijk ziet als je ook erin zit, dat het wel om een uitzonderlijk mooie auto gaat. Ik wil jullie nog even meenemen naar de remmen voor. Want dat is ook een aanzienlijk ander stukje dan dat we op de Competition gewend waren. Dan gaan we even rechtsvoor kijken. Bij de Competition, daar hadden we de mogelijkheid om de standaard remmen met de blauwe remtangen en vier zuigers, om deze de affabriek te laten komen. Maar er was ook een upgrade mogelijk naar de M-Performance remmen. Dan had je ook al een remtang met zes zuigers erin. Dat zorgde voor meer remkracht. En de sportieve rijder die wist dat wel heel erg te waarderen. Dus die optie werd ook veel verkocht op de Competition. De M-carbon keramische remmen van BMW waren helaas op die auto nog niet te krijgen. Dat hadden we wel al op de M4 en op de M3, op de M5. Dat was eigenlijk een veel gevraagde optie. Nu zijn we heel erg blij dat we die ook kunnen aanbieden aan de klanten die wat voor een M2 CS binnenkomen. Met die M-carbon keramische remmen ziet u al direct een groot verschil. U ziet, de remschijf is een heel stuk groter geworden. En je hebt die mooie goudkleur mat gekoten remtangen erop zitten. Ook deze is voorzien van zes zuigers voor meer remkracht te krijgen. Over M-carbon remmen is altijd veel over te doen. Veel mensen zeggen ja, die moet je op temperatuur rijden, die maken altijd geluid en zijn heel erg prijzig. Nou, dat laatste, dat is een stukje vanaf de bestelling, is dat natuurlijk een meerprijs op die auto. Maar dat was ook al met het M-Performance remmen vanuit de M2 Competition. Deze is nog een leveltje hoger, maar geeft u daarmee wel veel meer vertrouwen met remmen, zeker op het circuit. En als u gaat kijken naar het vermogen van 450 pk, en het type klant wat deze auto's kopen, is het wel mooi dat die optie mogelijk is. Dus het is geen verplichting, het is een optie wat erop zit. Daarnaast doet u ook veel langer met deze remmen. Dus met stalen remmen, dan zult u ook vaker eens de schijven moeten vervangen en de remblokken. En als dat een paar keer gebeurd is, dan is ook een heel groot deel van het budget wat deze remmen meer kost de affabriek, ook al opgesoupeerd. Dus mogen u in de overweging zijn van M2CS, hier moet je toch eens goed over nadenken. Het piepen van remmen, het is van groot belang dat deze auto's met carbon remmen de remmen de eerste 1000 kilometer goed ingeremd krijgen. Door het inremmen van, op de juiste manier inremmen van deze remmen, zorgt u ook voor een goed inloopvlak op de schijf en de blokken, waardoor dat piepen ook minder is. Met regenweer en dergelijke komt dat ook wel eens voor. En het kan zeker zijn dat u zo hoort piepen. Dat krijg je ook niet makkelijk opgelost, want dat hoort een beetje bij die producteigenschap van M-carbon keramische remmen. Maar het is zo'n mooi technisch product dat je dat graag voor lief neemt als je een auto koopt met M-carbon keramische remmen. Dus zeker eens eventjes in overweging meenemen. Mooi detail van de nieuwe M2 CS is ook dat we de optie hebben voor de nieuwe goudmat gekleurde 19-inch wielen. Die zit achter, voor een 9J en achter een 10J. Door het smeedproces wat ze gemaakt hebben, zijn die velgen ook een heel stuk lichter geworden. Een voorvelg die weegt ongeveer 9 kilo, achter een 10 kilo. En dat zorgt ook wel voor, samen met die M-carbon remmen, dat het onafgeveerd gewicht van die auto een heel stuk lager is. En dat is toch van groot belang om rijplezier met zo'n snelle auto te hebben. Zeker als je op het circuit zit. Want hoe zwaarder dit gedeelte hier is, hoe meer werk dat de schokdempers en de veren nodig hebben om het bandcontact met de weg te houden. En dit is veel directer. Hoe lichter dat is, pak maar eens een gewicht van 5 kilo en doe dat maar eens een paar keer op en neer. Dan moet je heel veel energie in duwen voor te bewegen, maar ook heel veel energie in duwen om dat te stoppen. Met een gewicht van 1 kilo gaat dat al veel makkelijker. Zo moet je dat eigenlijk ook zien met een wiel wat continu zeg maar veert, omdat de weg, het asfalt onrechtmatig is, u gaat remmen, u accelereert, u stuurt. En dat wiel dat beweegt eigenlijk de hele tijd in die carrosserie op en neer. Om het contact met de weg te houden, is het dan van belang dat dat zo licht mogelijk is. En dat merk je ook direct met die lichtvoetigheid, met een M2 CS, met die carbonremmen. Als je daarmee gaat rijden, dat een heel stuk prettiger is voor te rijden. Wat goed is om te vermelden ook nog, dat we af fabriek ook de auto kunnen uitvoeren met Michelin Cup 2 supersportbanden.
En die Pilot Sportband van Michelin in de Cup 2, dat is eigenlijk meer een stuk opgesneden slik. Die auto, die band, heeft veel makkelijker de temperatuur erin te brengen en heeft daardoor ook meer grip. Standaard komt de auto met de Michelin Pilot Sport, maar de Cup 2 is wel de fijnere band voor die auto als je ook het circuit opgaat. Dat is ook een belangrijk dingetje voor mee te nemen. Betreffende carbon wil ik toch nog even de spiegels meenemen, want dat is nu ook standaard af fabriek. U ziet de vorm van de spiegel. Die is gelijkwaardig, zeg maar, aan die van de M2 Competition. Alleen hebben ze deze nu ook mooi afgewerkt met de carbon spiegelkappen. Die geven de auto natuurlijk ook weer toch het andere uiterlijk. Past heel erg goed bij het dak, bij de splitter voor en bij de spoiler achter op de kofferklep. En dit soort dingetjes zijn wel belangrijk dat ze die nu op die auto ook af fabriek erop hebben zitten. Dat geeft toch een stukje extra cachet aan die hele auto. Ik hoop dat ik jullie wat wijzer heb kunnen maken met een paar details van de M2CS. Bloedmooie auto, we hebben hem in de showroom staan. Bent van harte welkom, er is ook nog een Hockenheim Zilver onderweg. Bent van harte welkom daarvoor. M2 Competition, de M2CS, M4 Coupé Competition, de M8 Crown Coupé First Edition. Waar u ook naar op zoek bent, jong, gebruikt, nieuw, we helpen u graag. Ook met de Youngtimers. Ik wens u een fijne dag en bedankt voor het kijken.